Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag zoals ik net al zei. Het is maandag 23 januari en ik ga er zo van door. Ik heb vandaag school, ik heb één presentatie. Dus wat ik aan heb, deze trui van de H&M, broek of van de Bershka en schoenen van de Zara. En ik neem heel veel mee, ik heb mijn MTV trouwens mee en ik ga er zo van door. Hele goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. 24 januari, ik ben al helemaal klaar zoals je kan zien. Ik ben opgestaan, ik heb in bad gezeten. En dit is wat ik aan heb. De pet komt van de Primark, die krijg ik heel vaak de vraag over. Van waar komt je pet vandaan? Die komt van de Primark. Het is best wel zonnig buiten, dus ik heb een spijkerjakje aangedaan. Mijn New York sweater, mijn Bershka broek en mijn Zara schoenen. En deze tas krijg ik ook best wel vaak de vraag over van, goh, waar is die nou van? Deze heb ik gekregen bij een MTV event. Super tof. En zo'n canvas tasje. Volgens mij komt deze van. Of van het event bij Van Maan. Of. Nee, deze komt bij. Het event van. Of van Maan of van DNCE vandaan. Waar ik heen was. En er staan trouwens ook vlogs van online van die dagen. Super tof. Ik ga zo meteen ga ik naar Rotterdam toe, naar Rotjeknar. En dan heb ik daar afgesproken met Jenty, Lize, Nina, Lisanne en Lisanne zijn zus. Om een hapje te gaan eten bij Fabiano. Of nee, we hebben Italy. Dus dat gaan we zo doen. En ja, jullie gaan weer gezellig mee in mijn week. Dus let's go. En Nina heeft een huge pizza. Ik heb nog niet ontbeten, oké. Ik denk dat ik echt nog meer pizza's. En wat hebben jullie? Carbonara. Eet smakelijk. Nou, zoals je kan zien ben ik weer thuis. Het was super gezellig in de stad. We hebben lekker gegeten. We hebben Italy. En ik heb nog wat dingetjes gekocht. En ik heb een soort van kop, maar dat laat ik zo meteen zien. En ik heb zondag met Ines afgesproken om dit te gaan maken. Van Dr. Oetker, de Verwen Red Velvet met een vleugje cacao en een romige topping. Dus zo ziet het eruit. Die ga ik maken met Ien, heb ik afgesproken voor zondag. Want ik heb zondag geen niks te doen. En we dachten, oké, ik heb zin om weer iets te bakken. Dus dat. En sinds kort ben ik verslaafd aan een sapje genaamd The Naked Filter. Multivitamine, blueberry en blackberry. Ja. Deze is echt super lekker. En ja, ik ga lekker even in bed liggen. Ik ga even vlogs kijken. En even de weekvlog nog bewerken van afgelopen woensdag. Die woensdag online is gekomen. Een keer. Nou, weet je wat het was? Ik had heel weinig tijd om hem te editen en zo. En ik had het best wel druk met school. Dus hij komt gewoon woensdag online. Niet deze weekvlog. Deze weekvlog is gewoon op maandag online gekomen. Hoop ik. En ja, ik ga even wat eten en wat drinken. En lekker vlogs kijken in mijn bedda. En dan zie ik je zo. Oh my god, jongens. Ik ben live op Instagram. Finally. Kijk, allemaal leuke mensen kijken. Super tof. Super gezellig. En Kiki is er ook. Super tof. Kijk, ze zegt. Yo. Super fijn.
En ik ben even lekker aan het, ik wilde periscopen zeggen, echt kapot dom ben ik. Maar ik wilde zeg maar live op Instagram gaan. Je hebt een nieuwe update en dan kan je ineens allemaal ja, dingen doen en zo. Kapot leuk op Instagram. Elma kijkt ook. Super tof. Oh my god, het is echt leuk. Ik heb in totaal... Ik wil niet scherp stellen. 10 kijkers. Dus, ik ga er weer vandoor. En ik zie jullie morgen weer. Hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En het is nu rond 9 uur. Ik ga er zo meteen vandoor. Ik heb vandaag een schooldag tot 7. En best wel een lange dag eigenlijk. En ja, dit is wat ik aan heb. Pet, Parmak. Deze komt van de H&M. Broek, Bershka en schoenen Zara. En dat komt omdat ik deze schoenen best wel vaak aan heb. Omdat ik hier gewoon geen blaren van krijg. Op mijn voeten. Van die andere krijg ik wel blaren op mijn voeten. En ja, dat is wat ik vandaag allemaal ga doen. Ik ga zo meteen naar school toe. En ja, vanavond ga ik weer live op Instagram. Dat is echt super tof. Je hebt nu zeg maar een functie op Instagram dat je zeg maar live kan gaan. Dus dan kan je zeg maar live chatten en zo. Super tof. En wat ik allemaal meeneem vandaag naar school, lijkt me ook wel heel leuk om te laten zien. Dat zijn twee Oreo dingen. En deze auto erop. Joy Riders. Dus ik ga even me om verder. Tas inpakken en dan spreek ik jullie zo weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is vrijdag 27 januari. Het is nu zo laat. Het is nu zo laat. En ik wil jullie wat vertellen. Ik zat laatst op Instagram te kijken en toen kwam ik een superleuk account tegen. En dat is dit kanaal. Dit is toch zo ontzettend cute. Onze allereerste fanpage. Woep. En deze foto staat erop. En dan staat eronder. They are so fucking cute. En deze foto van Jameer staat er nu op. Super cute. Dus ga allemaal dit Instagram account volgen. FanJJFriends. Dus dat. En vandaag is ook het boek uitgekomen van deze YouTuber, Jamie. Niet wat jij denkt. Het gaat heel erg over hoe bloggen en YouTube mijn leven met anorexia veranderde. Dus ik lig nu in bed, zoals je kan zien. En ik ga er nu vandoor, dus oei. Wat is mijn lievelingsliedje? Dat vind ik altijd zo erg, zo moeilijk. Oh, gewoon alles van Beyoncé. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En ik ga zo meteen weg. Ik ga zo meteen met mijn opa en familie, zeg maar, naar een autobeurs in Den Haag. Super tof. Ik ben normaal niet echt heel van de auto's. Maar dit is wel echt leuk. Want het zijn allemaal oude auto's en top. Dus ik ga jullie vandaag meenemen. En dit is wat ik aan heb. Justin Bieber trui, Bershka broek. Schoenen van Zara. En ik heb lekker een chill outfit aangetrokken. Omdat ik heel erg last heb van mijn rug. Al echt sinds woensdagavond. Nou, maandag moest ik borden tillen en toen ben ik eigenlijk waarschijnlijk een beetje door mijn rug gegaan. Omdat ik die borden echt helemaal over de tafel heen moest tillen en zo. Dus ik heb echt last van mijn rug. Maar het gaat nu wel iets beter. Het gaat, mijn pijn is weg. Alleen ik heb nog wel last van mijn rug. Dus ik moet even soms ook rugoefeningen doen en zo. Dus ik ga jullie meenemen. En veel kijkplezier nog met deze vlog. Thank you.
gaan eens in de gang. Wie kent deze gang? Wie kent deze gang? Oh, ik laat het gewoon zo zien. Kijk. Wie kent deze gang? Dit is namelijk de locatie geweest van de videoclip Million Bucks van TP4i. En daar staat gewoon nu op, oh my god! In het Lomans Museum. In Den Haag. Super tof. En hier staat mijn moeder bijvoorbeeld. Ah, super blij mee. Yay! Echt, zo leuk. Zo leuk. Zoals je kan zien lig ik weer in bed. Het was een superleuke dag in het museum. Ik heb hem niet geprobeerd zoveel mogelijk te filmen voor jullie. Het is nu 11:50. Niche. En ik ga zo meteen lekker slapen. Ik ga even een video kijken van een YouTuber. Ik weet nog niet welke. Maar dat zie ik dan altijd wel. Van oké, die wil kijken, die wil kijken, die wil kijken. Ik ga zo meteen even mijn licht uit doen en dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag, de laatste dag van deze week. Woep, woep, woep. Oké, wat ik vandaag ga doen is, ik heb over een uur ongeveer heb ik afgesproken met Ian, dan is Ines bij mij. En dan gaan we, dan gaan we dit maken. Verwender het velvet cake, super lekker. En wat je daarbij moet toevoegen is slagroom, eieren en monchou. Kut, ik weet niet of we nog eieren hebben. Nou, anders moeten we maar weer naar de supermarkt om ei te halen. Nou, dat vind ik ook niet heel erg. Ik heb er wel onwijs veel zin in om dit te doen. Oh, en mijn batterij is bijna leeg van mijn camera, zie ik nu. Dus ik moet hem nu eerst gaan opladen voordat ik hem weer kan gebruiken. Dus dat ga ik nu doen. En ik zie jullie zo als ik met Ian ben. Een cadeautje gehad van Ian, kom eens. Van Ian, jee. Dit cadeautje. En ze zegt. Het is nog voor kerst. Het is nog voor kerst. En het is super blij. Maar ik vond het echt heel grappig. Hoe even krijg je dit? Hoe? Mam, pak even haar. Pak het van bed hoog. I'm back with the cat present. Oh man. Ik heb hem nog nooit gezien, hè? Oké, ik heb hem nu opengeknipt. Nu ga ik hem openmaken. Lijkt heel groot, hè? Misschien, misschien is het gewoon een doosje of zo. Like, ja, het is een beetje. Oh my god, dat dat zo zou zijn. En een punaise. Wat is... Ik had nog die 500 voor de maag van het jaar. Wat is dit? Ik heb hem dichtgemaakt. Hier. En dat is een doosje van de stage. Wat is dit? Een boxing. Ik krijg een wachtwacht. Hoe de F? Hoe krijgen die YouTubers dat altijd zo snel open? Een potje met allemaal lieve quotes erin. Super leuk. Ik heb hem open, jongens. Een boxing is gelukt. Wat de... Wat is dit? Ja, dit is van de spiegel. Ik heb het zo gedaan zodat het cadeautje niet bewoog. Zodat je zag dat het maar een klein ding is. Ik denk, oh kijk, dit zit erin. Oh, hier. En daar is dit nog een cadeau. Als dit nog een keer is ingepakt, hè? Ja. Ik denk dat ik het al weet. Ja. Een sleutelhanger of zo. Oh my god, oké, wat zal dit zijn? Ik weet niet wat dit is! Oh my god! Een Justin Bieber ding met mijn liever. Dat ik dacht dat dat leuk is met al je shirtjes die je hebt gekocht. Oh my god! Kijk er. Jongens, ik heb dit gehad! Superleuk!
Oh my god. Thank you. Alsjeblieft. Nu ben jij ook een believer. Nee, ik heb het voor jou gekocht, zodat je weet dat je een believer bent. Thanks. We gaan dit maken. Hoeveel zin heb je erin? Heel veel. Wat heb je ervoor nodig? Ei? Natuurlijk dit pak. En mijn moeder is boos, omdat iemand niet heeft gewonnen die ze wilde. Met tennis. En we gaan lekker bakken. Yay. Red Velvet Cake is bijna klaar. En de Red Velvet Cake is bijna klaar, hè, Ien? Ik kan dit niet. Je maakt er een heel prutwerkje van. Moet je mij niet doen. Oké, maar het is wel lekker. Er zit echt veel te veel spul. Eeuw. Wat een bek. Alsjeblieft, voor je stukje. Ja, lekker. Een heel flink stuk. Oh, godverdomme. Okay, het ziet er niet zo lekker uit. Misschien volgende keer minder crème doen. Oké, okay, doei. Nou, zoals je kan zien lig ik weer in bed. Ines is alweer echt al een paar uur weg. Ik heb voor de rest niet echt heel veel gedaan. Ja, morsvrouw gekeken en een beetje gedanst. En het is nu 10 uur. Ik ga zo even met Femke bellen. Dat ga ik zo doen. En daarna ga ik een vlog kijken van Monica Geuze. Ik ga niet zo heel veel boeiends meer doen. Ik moet deze vlog nog bewerken. Dus dat ga ik zo ook doen tijdens dat belletje. Ga ik ondertussen de vlog even bewerken. En... ja, dan zie ik jullie volgende week weer. Hopelijk vonden jullie dit een leuke vlog. Waarin ik jullie heb meegenomen naar het automuseum. Waar ook de set was van TP4Y. En wat heb ik nog meer gedaan? Vooral heel veel school, denk ik. Geen idee wat er allemaal in zit. En natuurlijk het bakken. En ik ga nu kijken wat er allemaal in zit bij in de vlog. Tijdens het bewerken. Dus ik ga het lekker bewerken. Doe een duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En ik zie jullie volgende week weer. Doei doei!